Hoe gaat ie? Gaat lekker? Goed, met jou? Ja, gaat lekker, maar een beetje warm hier, maar voor de rest gaat prima, man. Ja? Ja, man. Oh, lekker, toch nog niet klaar, man. Zo, maar dit weer sowieso niet. Hoe overleef je het, man, in deze coronacrisis? Wat zei je? Hoe overleef je het in deze coronacrisis? Ik doe mijn best. Het is wat het is. Opstaan. En ja, we maken er wat van onze dag. Dus. Oké. Ben niet bang. Ben niet bang voor het virus? Nee, man. Als de virus zo pakt voor jou. Kijk, we gaan niet opdrijven. Iedereen de knuffel geven en zo. Maar ik ben niet echt een persoon die echt aan een mondkapje loopt. En echt als iemand langs me loopt, dat ik er omheen ga lopen of zo, weet je. Ik denk altijd als die je pakt, dan pakt hij jou. Uiteindelijk wel. Als het zo voorbestemd is, dan krijg je hem vanzelf al inderdaad. Maar ja, weet je. Jij bent verder wel fit, je bent gezond, dus misschien niet iets voor jezelf om zorgen over te maken. Ik zie je wel, je bent wel gewoon nog steeds fit. Je bent nog steeds volop aan het trainen. We blijven doortrainen, we gaan niet stilzitten. Dan zijn we gauw dik. Ja. Gaat het zo snel bij jou? Heb je aanleg om dik te worden? Nee, nu dat ik ouder word, merk ik wel steeds dat ik wat zwaarder ga worden. Want het ook moeilijker is om die kilo's af te krijgen. Ja. Dus ik ben er nu wel echt op aan het letten. Ik denk wel, ik ben nu 24. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je gewicht te halen, toch? Dat zeker, man. Dat zeker. Zit er denk je ook in de toekomst misschien een hogere gewichtsklasse voor jou in de petto? Wie weet. Je weet het nooit, natuurlijk. We gaan het zien. Precies. Ja, man. Ja. Gisteren was er een groot protest in Amsterdam en overal. Vandaag ook protest. Den Haag ook protest. Voornamelijk over, je weet hoe het gaat, overlijden van George Floyd. Denk je dat er een nieuwe golf gaat komen met het virus? Een wat? Een nieuwe golf van het virus gaat komen? Dat weer mensen helemaal... Ik ga eerlijk zeggen, ik hou me daar niet echt mee bezig. Maar wat ik allemaal nieuws hoor. Geef ik het wel kans dat er een nieuwe golf komt van het virus. Ja, maar zeker. Ja, man. Zeker. Ja, helaas wel. Het begon goed te gaan. Het virus begon een beetje weg te gaan, te verminderen. En ik merk nu dat deze hele chaos, dat er, het kan zo zijn dat weer een nieuwe golf komt, maar met een nieuw virus. Ja, precies. Het wordt erger of er komt iets nieuws. Ja, man, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, het gaat natuurlijk om dat de politie een etnisch profileert, om het zo te zeggen. Nou, heb ik daar vroeger ook wel last van gehad. Heb je daar zelf ook wel last van gehad, dat profileren? Nee, man. Nooit? Nee. Echt niet? Nee. Ik wel, man. Vroeger nee, dan. Nee, vroeger. Nee. Vertel, ik ben wel benieuwd, man. Nou ja, weet je, vroeger ben je nog op straat, weet je. En dan ben je met vrienden en hangen en chillen en relaxen. En dan af en toe word je wel zomaar onterecht aangesproken, weet je wel? Nee, ik niet, man. Ik ga eerlijk zeggen, ik weet niet, misschien omdat ik niet met bepaalde types jongens omging die snel werden aangesproken. Mm-hmm. Maar ik was ook niet veel buiten of zo. Nee, precies. Want je was eigenlijk, je was vanaf je 11e al in de gym, of niet? Ja, man, ik was al vroeger echt veel aan het sporten en veel met mijn vader op pad, snap je? Dus ik heb dat wel, ik heb niet echt dat veel meegekregen, gelukkig niet. Nee, wel een goede insteek inderdaad. En hoeveel invloed heeft je vader gehad op je vechtsportcarrière? Sorry? Hoeveel invloed heeft je vader gehad op je vechtsportcarrière? Echt veel, man. Hij heeft mijn hoofd wel boven water gehouden en hij heeft mij heel veel gesteund. En 24/7 achter me aan, man. Nu nog steeds. Ik ben getrouwd, ik woon op mezelf. Nu nog steeds, man. Ja, toch? Ja, dat waardeer ik echt heel erg. Sowieso. Ben je zelf ook vader? Nee. Nog niet? Nog niet. Nog niet? Nog niet. Jammer genoeg niet. Ik wil wel, dus... Ja, precies. Ja, man. Wanneer het komt, dan komt het inderdaad. Hoe ben je eigenlijk begonnen op je 11e? Ben je zelf de gym in gegaan? Ben je erin getrokken? Hoe is dat gegaan? Nee. Ik heb een neef van... Ja, ik zit echt in een kickbox-familie. Ja. Een vechtsportfamilie. En mijn neef kickboxde altijd al en ik voetbalde. Ja. Dus wat heb ik... Toen ben ik al een paar keer met mijn neef gegaan. Ja, en toen op een gegeven moment... Was het liefde op het eerste gezicht en toen ben ik eenmaal blijven door gaan trainen. Ja, precies. Was het meteen met Said?
Nee. Ik ben bij mijn eigen neef begonnen, man. Oké, nice. Ik ben bij mijn eigen neef begonnen. Maar ja, het duurde niet zo lang, ongeveer een halfjaartje. En ja, toen ben ik naar Saïd toe gegaan. Zo. Ik, Ja. ik heb het, ik had het met Saïd over gehad, ik heb het met meerdere mensen over gehad. Voor mij eigenlijk kickboksen, ik keek niet eens meer naar kickboksen. Glory af en Ja. toe, One Championship, maar toen zag ik jou weer vechten. Je eerste partij voor One Championship, ik was weer helemaal om. Die bewegelijkheid, die combinatie, ik dacht van ja man, hè. Thanks, man. Eindelijk weer. Thanks, Hoe man. heb je dat ontwikkeld? Komt het vanzelf? Of ben je daar gewoon stap geweest, met jouw stijl bezig geweest? Ik denk van mijn pa, man. Als mensen naar me kijken, vragen ze altijd aan mij: heb je karate gedaan of taekwondo of iets? Maar mijn vader heeft altijd al jaren taekwondo gedaan en karate. En tussendoor ook kickboksen. Maar ik denk dat ik het gewoon van mijn vader heb, man. Zo, Ja. ja Mijn man. vader was altijd een bewegelijk vechter geweest. En had altijd van die trappen waar je wat heel altijd onverwachts kwam. Dus ik denk dat ik het van mijn vader heb meegekregen. Zo, ja mooi man, mooi man. Dus op je 11e ben je begonnen en heel kort daarna je eerste partij meteen gedraaid. Hoe was dat als jonkie om meteen je partij te draaien? Sowieso zenuwen, maar je krijgt niet echt veel mee, denk, omdat je jong bent, snap je? Ja. Dus ja, je denkt, ja, je gaat tegen een ander jongetje vechten en that's it. Maar kijk, nu heb ik meer zenuwen dan destijds, toen ik nog jong was. Oh, serieus, waarom? Ja, kijk, nu, ja, toen ik jong was, ja, ik dacht, ja, gewoon, ja, het is sport, gewoon vechten en meer niet. Maar nu, ja, ik heb wat te verliezen, snap je? Ik ben een Ja. kampioen. Voor meerdere organisaties, mensen kijken tegen me op. Dus ik, de zenuw is, en mijn ouders natuurlijk wil ik niet teleurstellen. Dus dan heb ik meer zenuwen. Ja, Enkel precies. dat, ja. Dat is begrijpelijk. Nou, je bent na die eerste partij, je hebt een lange carrière en Fusion-titels, WFL-titels. Wat ik me afvraag, hè, is er ooit interesse geweest vanuit Glory? Misschien niet in flyweight, maar misschien wel een hogere divisie? Ja, voordat ik naar One ging, heb ik een aanbod gekregen bij de Glory op 65 kilo. Oké. Okay. En ik heb meteen ja gezegd, eigenlijk. En ja, toen kwam eigenlijk, toen kreeg ik een belletje van Said. En die zei van: luister, je moet even naar de gym komen. Ik heb een mooie aanbod voor jou. Ja, er waren vijf organisaties die in mij geïnteresseerd waren. Dat was ja, waarvan één Glory, One Championship, K1, WLF China of WFL, nee, WLF China. En nog eentje, die andere weet ik. En Fusion natuurlijk, ja, dat was Fusion, want daar had ik nog nooit getekend. Nee. Maar ja, mijn eerste gedachte ging gelijk naar de One. Ik zei: ja, Oké. laat dit zitten, ik ga naar One toe. En ja, toen na 2 maanden, toen mocht ik gelijk vechten tegen de kampioen. Ja, maar waarom is en En het waarom was ben. ook Sorry? toevallig, want voordat ik bij One had getekend, was ik de kampioen van Fusion. Ja. Toen zei ik nog tegen een vriend die naast me zit, zei ik nog van, hij stuurde mij een link van One tegen Patchdam, tegen een jongen uit Algerije die ook bij One zit. Hij zei van: hey, het zou leuk zijn als hij tegen deze jongen ooit zou vechten. Ik zeg: ja, man. Ik zeg: het zou geweldig zijn. Ja, Weet je toch? toch? Ik zeg: het zijn goede jongens. Hij zei: een maand later sta ik tegenover die jongens. Snap je? Toen appte ik hem nog van: hey, bro, je gaat nooit raden wat er is gebeurd. Hij zei: wat dan? Ik zeg: ik heb een contract gekregen. Hij zei: waar? Ik zeg: bij One. En ze willen mij tegen die jongens zetten, die link die hij mij stuurde. Ja, Zo. toen zei hij: ja, zie je, het kan allemaal binnen één klap gebeuren, man. Jee, mag je. En inderdaad, je eerste partij meteen de titel gevecht. Hoe was het om te vechten in de kooi voor je? Het was wel spannend. Ja. Het was wel spannend, maar het was echt heerlijk. Het was echt heerlijk, want de kooi is groter. Oké. En kooi is groter, ik ben bewegelijk. En de kooi kan jou niet vastzetten, snap je? Ja. Dus ik vond het wel prettig. Ja, man. Hoe was het dan gegaan als je dan tegen de kooi aan zit? Want ja, als je tegen de zijkant van de ring zit, dan moet je toch, ja, dan wordt het toch, moet je Koud, toch ja. uit elkaar. Hoe was het gegaan als je tegen de kooi aan zou zitten, bijvoorbeeld? Word je dan uit Qua elkaar MMA? gehaald? Nee, qua kickbox. Word je dan uit elkaar gehaald? Of hoe zou dat Ja, gaan? kooi ook, ja. Kooi wordt je ook gewoon uit elkaar gehaald, maar je wordt minder vastgezet, snel minder vastgezet in de kooi. Ja, precies, precies. En nou, je had je partij gewonnen. En daarna moest je tegen een Wang.
Wen Feng, als ik het goed uitspreek. Je had al twee keer tegen hem gevochten, nu de derde keer. Maakt hij het druk dat het weer in China was? Ja, zeker. 100%. Ik heb twee keer destijds toen tegen hem gevochten. Eerste partij had ik van hem gewonnen. Tweede partij ook, alleen maar ze hebben mij onterecht verlies gegeven. Mm-hmm. Niet alleen ik zeg dat, de meeste mensen die daar waren en die het hebben gekeken, zeggen dat ook. En de laatste partij, ja, het was weer in China. En dan sta je eigenlijk al 1-0 achter. Ja. Want het is zijn thuisgala. En natuurlijk dacht ik ook van ja, deze jongen begrijpt nu meer mijn stijl. Want hij heeft al twee keer tegen mij gevochten. Dus hij heeft 100% op mij getraind. Mm-hmm. Ja, dus dat heb je wel nog steeds in je achterhoofd. En mijn trainer heeft ook altijd al gezegd van... Of je moet op knockout winnen, of je moet echt overtuigen dat ze niet om je heen kunnen, snap je? Ja, precies. Dus dat heb ik wel altijd achter mijn hoofd, achter me gehouden. Ja, want als ik naar de partij keek, en uiteindelijk is een split decision geworden die laatste partij tegen hem. Maar ook dat vond ik een beetje discutabel, weet je wel. Ik vond niet echt dat het een split decision was. Ik dacht dat je wel iets meer dominerend had gewonnen. Vind je dat ook? Ik vocht wel achteruit. Ja. Maar ik ga je wel zeggen, al vocht ik achteruit, en de meeste mensen die mij kennen, ik kan vooruit en achteruit vechten. En mijn klappen waren 100% allemaal raak en zuiver. En die van hem waren het meest op mijn dekking. Maar ja, voor de mensen die keken, die zeggen ja, maar hij zette druk, snap je? Ja, precies. Ja, je kan druk gaan zetten en je kan naar voren gaan stoten. Maar ja, als de klappen niet, niet raak zijn, dan zijn ze niet raak. Springen, maar, ja, precies. Net, snap je? Precies. Je traint bij SB Gym al jaren, Saïd. Hij is ook geweest op de podcast. Super toffe, relaxe gast. Die kwam gewoon helemaal hierheen rijden, weet je. Gewoon in de studio was hij hier. Hoe is het om te trainen bij Saïd? Ik ga eerlijk zeggen, ik kan geen andere beter trainen dan Saïd. Ik train al 13 jaar bij Saïd. Ik heb ook altijd al gezegd, ik moet Saïd naast mij hebben, anders vecht ik niet. Okay. Want Saïd begrijpt mij. Of het nou buiten de ring is, of in de ring, of in de kooi, wat dan ook. Hij begrijpt me gewoon ook qua trainen, hoe hij mij moet gaan trainen. En ik merk ook dat meer vechters dat gaan begrijpen. Want er komen steeds meer vechters naar Saïd toe. Ja. Maar Saïd begrijpt mij gewoon. Het is... Wat hij ziet, vertelt hij mij. Dat doe ik. En het is raak. Ja. Snap je? Ja. Wat denk je dat de reden is daarom zoveel mensen naar hem toe? Je ziet iedereen naar hem toe gaan. Melvin Manhoef is daar. Nou, Ilias Boulay, die traint er ook al een hele tijd. Ja. Ximena Drandami was daar ook. En heel veel mensen gaan toch naar Saïd toe. Wat denk je dat hij het verschil maakt? Saïd begrijpt het spel. Dat hebben niet veel trainers. Saïd begrijpt het spel. Saïd weet precies wanneer hij jou... moet gaan inpraten wanneer niet. Saïd, zou ik zo zeggen, er is geen betere trainer dan Saïd. Saïd begrijpt gewoon het spel. Saïd, wil jij kampioen worden? Wil jij een wedstrijd winnen? Wil jij zelfverzekerd de ring ingaan? Wil jij 100% uit gaan halen qua trainen? Wil jij niks tekort komen? Wil jij, wanneer je moe bent, gewoon nog 100% erbij gaan zetten, dan heb je Saïd nodig. Zo, dat zijn lovende woorden. Ja. Lovende woorden, mooi, ja, man. Zeker, 100%. En nu zit je dus bij One Championship, mede dankzij Saïd ook. Hoeveel partijen heb je op je contract staan, als je daarover wil praten? Niet iedereen wil dat. Ik heb 3 partijen per jaar staan, man. Oké. Ja. Dit jaar wordt het denk ik moeilijk. Denk je dat je dit jaar er nog aan toe kan komen? Ik zou 29 mei gevochten hebben. Oké. Okay. Tegen Rotang. Ja, voor de titel in Filipijnen. Helaas gaat dat niet door. Nee. Maar ik hoop dat er een ander aanbod gaat komen. En ik hoop dat deze coronavirus snel voorbij gaat, man. Ja, ja, man. Dan heb je al iets gehoord van One? Als ze al bezig zijn of misschien met organiseren? Nee. Ik heb wel iets van mijn manager gehoord dat ze er wel mee bezig zijn. Maar wanneer, weet ik niet, man. Wanneer niet. Oké. Okay. Ja, nog heel even over je stijl. Die bewegelijkheid van jou, dat is eigenlijk, naar mijn mening, een perfecte basis voor MMA. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, 100%. Oké, okay. En ook wat mee gedaan? Ja, ik heb mijn laatste vecht gezegd in de ring dat ik de overstap wil gaan maken naar de MMA. Ja. Wanneer weet ik niet, maar ik ben er wel, mee aan het trainen daarvoor. En zoals ik zei, ja, ik wil mensen gewoon gaan verrassen wanneer ik de kooi inga, man. Zo, wel spannend, man. Wie helpt je daar met je trainingen bij?
Ik heb sowieso, ja, Ilias Boulay. Ik heb Charmaine daar rondlopen. Zo. Melvin Manhoef. Adam. Lissy. Genoeg toppers daar. Zo. Echt genoeg toppers. Dat is wel, ja, tof, man. En zou je dan bij je MMA debuut zou je dan meteen hoog in willen schieten? Of zou je dan eerst een paar tune-up fights willen voordat je aanspraak maakt op de titel? Ik wil sowieso eerst even goedemorgen zeggen. Even warm maken daar. Ja. Ja, maar ik wil niet gelijk gaan happen, snap je? Ja, snap ik. En ik heb ook geen haast, dus ik wil gewoon eerst lekker aan mensen laten zien dat ik het kan. En dan, ja, na 2-3 partijen, als ik merk dat het goed gaat, dan laat maar komen. Ja, precies. Je hebt wel een heavy kampioen bij het MMA. De Demetrius Johnson heb je daar staan. Ja, maar klopt. Dus daar heb je wel een pittige uiteindelijk tegen. Dat is zeker pittig, maar bro, wil je kampioen worden, moet je de kampioen verslaan, toch? Absoluut, absoluut. Zo is het wel, inderdaad. En heb je zijn carrière ook een beetje gevolgd? Als je hem ziet, bijvoorbeeld staand, en dan zal het wel wat makkelijker afgaan dan misschien het worstelen en de clinch en dergelijke. Maar zie je nu al met een klein oogje van, hey, misschien dat ik hem hier of daar wel kan pakken? Staand? Ja. 100%. Ja, serieus, ja. 1000%. Staand 1000%. Maar ja, zoals ik zei, ik ben nu gewoon, ja, de grondwerk aan het trainen, zodat ik dan niet naar de grond toe ga. Of, snel weer opstaan. Als ik op de grond, ja, precies, snap je? Dus ja, wie weet je, heel veel worstelaars die tegen kickboxers vechten, en 90% het gevecht is staan, snap je? Ja, precies. Dus ja, zoals ik zei, ik ben gewoon hard aan het trainen en ja, wie weet in de toekomst. Ja, lekker, man, ja, lekker. Goed. Ik had gezien dat je tweevoudig Sportsman of the Year was. Utrecht, achtereenvolgend. Ja. In hoeverre voel je dat de jeugd een beetje naar je opkijkt? Nog één keer, sorry? In hoeverre voel je dat de jeugd naar je opkijkt? Kijk, ja, ik ben twee keer Sportman van het jaar geworden. En ik merk wel dat heel veel jongeren nu naar mij opkijken in mijn eigen stad Utrecht. En ja, ik vind het geweldig, weet je, de waardering, sportiviteit. En ik merk ook dat ik steeds meer voor de wijk kan doen, Utrecht. Nee. En dat ik steeds meer geaccepteerd word hier in Utrecht. En ik ben nu bezig, ik heb nu sinds kort een eigen locatie, ja, waar ik jongeren opvang die geen werk hebben. Eigenlijk, ja, een dagbesteding. Die geen werk hebben, die werk zoeken of stage zoeken. Ze kunnen komen bij mij gamen. Of als ze problemen thuis hebben, ze kunnen met mij praten. Maar er wordt ook gesport natuurlijk. Er wordt gewerkt. Huiswerk wordt gedaan. Als je thuis niet kan concentreren, we helpen je. Heb je problemen op straat. En ik heb ook goede connecties met de politie hier in Utrecht. Dus ik wil veel gaan doen in de toekomst voor de jongeren. En ik... Het heeft 100% zeker te zijn dat het goed gaat komen met de jongeren hier in Utrecht. Zo, maar waar ja, kunnen mensen daar langs gaan? Is er een website of is er een adres? Ik ben ermee bezig met de website. De locatie zit in Kanaaieland. Toevallig tegenover het politiebureau. Ja. Maar hoe het nou, ja, de reclame komt binnenkort. Instagram en website en noem maar op. Zo, super, man. Laat maar even weten. Ik ben heel benieuwd. Je hebt een hele bijzondere bijnaam voor een vechtsporter. Tweety. Ja, iemand zegt dat hier. Ik zag het inderdaad. Iemand zegt weer Tweety. Ja, precies. Waar komt Tweety vandaan? Ik was een kleine jongen van 6 jaar oud. Ja. En mijn nicht was helemaal gek op Tweety. Op Looney Tunes eigenlijk. En toen ik klein was, was ik al best wel vervelend, ondeugend en best wel snel. Ja. Dus, en ik had een best wel grote hoofd. en flaporen. Maar dus ja, zodoende heb ik eigenlijk de bijnaam in de familie Tweety al gekregen. En zoals ik zei, met mijn neef heb ik altijd al gekickboxd. En ik was toen al best wel snel. En ja, zodoende is eigenlijk de bijnaam al gewoon mee gaan rollen, snap je? Zo. Zo, dat is wel lachen, dat is wel lachen. Had je vroeger ook voorbeelden? Naar je opkeek voor kickboksen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen wel altijd naar Badr heeft opgekeken. Ja. En mijn vader altijd natuurlijk, die altijd mij heeft ondersteund. En met de dag van vandaag
realiseer ik steeds meer hoe mijn vader mij heeft geholpen, snap je? Ja, zeker ook, zeker ook. Ja man, dus voor de mensen die kijken, wees goed voor je ouders. Ja, absoluut. Sowieso, ja man. Absoluut. Nee, maar het is ook wat je zegt, kijk, ook dat profileren waar ik over had. Jij bent nooit in aanraking geweest met dat soort mensen, want je had natuurlijk je vader die op je nek zat en die je de goede kant op wees. Dus wat dat betreft, ja man, dat is nice, dat is netjes. Snap je? Dus dat waardeer ik heel erg van hem, man. Ja, wat mooi om te horen. Ik heb, even kijken, Jan, niet zoveel tijd. Ik heb nog wel een paar vragen nog, wat vragen die mensen ingezonden hebben. Even kijken, ik zie hier van Inram. Heb je een goede band met Ilias Boulayt? Ilias is mijn bro, man. Ja, man. Omschrijf je band met hem eens. Mijn band met Ilias is top, man. Ik zie hem als mijn grote broer. Ik wist nog destijds dat Ilias Boulayt... op zijn 15 of 16e met de auto naar Utrecht gaan naar mij, snap je? had hij zijn rijbewijs, maar mocht je alleen rijden met iemand die 18 jaar of ouder was en rijbewijs langer dan 5 jaar had, kwam hij mij gewoon ophalen, snap je? Gingen we samen trainen. Ilias ken ik echt lang, echt lang. Ik ben met Ilias in China geweest toen hij moest vechten, ging ik hem steunen. Mijn band met Ilias is gewoon top, man. Nice, ja, man. Top. Echt een topgozer. Lachen man. Ik probeer hem ook op de podcast te krijgen. Hossel man, regel voor me. Hij reageert Sorry? Niet. Ik probeer hem ook op de podcast te krijgen. Hij reageert niet. App hem voor me. Ik ga hem hij reageert hier wel onder, maar. Ja. Ilias, ja. Ik wil je ook op de podcast. DM. Ja, je moet aan zijn oor trekken. Ja. Ik ga het proberen. Wat vind je van zijn overstap eigenlijk? Hij ook echt, zijn overstap naar MMA is ook killing geweest. Gewoon echt keihard bij Bellator. Heeft hij daar lang voor getraind ook? Hoe lang Ilias ervoor heeft getraind? Ja. Weet ik niet, maar ik weet wel dat Ilias achter de schermen veel grondwerk heeft gedaan, man. Ja. En dat hij het zeker heel goed onder de knie heeft nu. En zoals mensen zijn laatste partij hebben gezien. Het gaat steeds beter met Ilias. En zoals ik zeg, mensen moeten gaan uitkijken. Zo. Absoluut, ja, man. Absoluut, zeker. Als je nu kijkt voor de nabije toekomst, wat kunnen we nog meer van jou verwachten? Sowieso wil ik kampioen blijven bij ONE. Natuurlijk. En wil ik ook hard gaan in de MMA natuurlijk. Zoals ik in het kickboxwereld aan het doen ben. Dus we zijn gewoon keihard aan het trainen. En we geven niet op. Ik wil mijn dromen sowieso waarmaken. En man, blijven bidden natuurlijk. En hopen dat we het goed gaan doen in de MMA, man. Zeker weten. Ik heb nog twee vragen voor je van die zijn ingezonden. Eentje van Willem Jaap. Wie is beter, jij of je broer Jawad? Ik heb geen broer die Jawad heet. Ik heb wel broer die, Hamza heet. Ja. Die kijkt nu ook mee. Hey, Hamza. Ja, nee, mijn broer, ik heb een broer van 29. Die heeft vroeger ook altijd gekickboxd. Oh, ja. Maar die is nu, hij is een ondernemer, dus hij is super druk met dat. Maar hij steunt mij wel altijd. En mijn broer, we hebben altijd samen gekickboxd. Hij gaf me wel altijd pak slaag. Maar nu zou ik zeggen, qua conditie, het gaat niet redden met mij. Ik heb hetzelfde. Ik heb een jonge broertje. Vroeger gaf ik me altijd pak slaag, maar die is wat groter geworden. En hij bokst niet, toch? Dus nu ga ik niet meer. Ik ga niet meer. Ik ga niet meer. Vroeger was beter. Nu doe ik het niet meer. Even kijken. Ik heb ook nog een andere vraag van Younes. Wat is momenteel je gewicht op dit moment? Nu mijn gewicht is, zit ik op de 69-70. Is dat de 70? Ja man, dat is mijn loopgewicht. Eigenlijk 68, 66, 67. Maar ja, met deze corona ging we even een tijdje. Was de sportschool dicht helaas. Ja. En mijn vrouw kan goed koken. Zo, ja. Dus dan zit ik nu op de 69, 70. Maar we zijn weer aan het aftrainen, man. Lekker man. En moet je veel 100%. Afvallen altijd? Is het zwaar voor jou? Nee, als ik, zoals ik zei, als ik eenmaal aan het trainen ben. Dan ga je vanzelf afvallen, of je nou wilt of niet, snap je? Ja, precies. Dus dan loop ik op de 65, dan hoef ik nog maar 4 kilo, 4,5 kilo, en dan zit ik top, man.
Lekker man, lekker. Oké, ik ga niet veel langer meer van je tijd afhouden. Ik zie, we hebben het toch wel best wel snel gedaan, weet je. Het valt nog wel mee, het ja, valt toch? Nog mee. Ja, toch? Heb je nog een... Ja? Volgende keer weer, man. Geen probleem, man. Ja, precies, dat sowieso. Ik ga misschien binnenkort ook naar Said. Dan ga ik daar in de sportschool foto's maken. Heb ik met hem afgesproken. Ja, gruwelijk, man. En misschien een leuk stukje voor FHM schrijven ook. Dus zal chill zijn als je er ook bij bent. We zullen wel zien, man. We zullen zien. Heb je misschien nog een bericht of een boodschap voor je volgers, voor mensen? Sowieso, tegen mijn broer nu, die doet een beetje popiopie. Hamza en Benny, ik kom zo naar jullie toe, pak slaag geven. En tegen de mensen die kijken, zoals ik net zei, wees goed voor je ouders. Wees goed voor je familie. En heb je dromen, dan zal ik er 100% achteraan gaan. Alles is mogelijk, als je er maar 100% voor gaat. En ja man, wees goed voor je nabestaanden, wees goed voor iedereen. En ja bro, love. Ja man, lekker. Thanks man voor je tijd. Volgende keer doen we nog ietsje langer. Ja, en, jij bedankt man. Geen probleem man. Fijne dag nog verder hè. Later. Gaan, bro. Yo. Later. Yo. Yes, een iets kortere sessie dit keer. Meestal doen we het een uur lang. Maar dit keer had Ilias niet zoveel tijd. Dus hebben we het iets korter gedaan. En vanaf hier gaan we weer verder. Hij heeft goed gesproken. Echt een toffe kerel. Volgende keer komt hij in de studio. Dus dan kunnen we hier gewoon weer... De podcast toen hebben we vaker gedaan. Niet de coronatijd, zijn we voornamelijk veel bezig via Instagram, wat ook leuk is. Maar toch hier in de studio is toch leuker. Wat extra fotootjes erbij, alles erop en eraan. Ik ben Giovanni Chen, volgende week zijn we er weer. Dus dan kan je weer een nieuwe podcast verwachten. De gast is nog even niet duidelijk, dus ik ga nog geen beloftes doen. Maar vanaf hier gaan we gewoon weer verder. Ik ben Giovanni Chen, dus mij kan je volgen bij Chin MMA op Instagram. En voor de rest, vond je dit tof? Check dit account ook, Epic MMA Podcast. En dit was het voor dit keer. Iets korter, maar hey, ik heb alles eruit gehad wat ik moest doen. Hey, later jongens. Ciao.